Een logische vraag. Hoe gaat het? Ik moet zeggen, beter dag per dag. Al doet mijn been nog steeds wel erg veel pijn. Ik krijg veel morfine en pijnstillers toegediend, zeg maar, om de pijn te verzachten tijdens het slapen. Maar ik moet zeggen dat het wel beter gaat. Heb je de beelden al terug durven kijken? Ik heb het één keer terug durven kijken. Daarna ook niet meer. Want het is wel een erg gevoelig moment, moet ik zeggen. Het is mijn eerste serieuze blessure en dan doet het wel pijn dat je dat terugziet, zeg maar. Ja, want in eerste instantie, je zit gewoon en het lijkt niks aan de hand. Ja, ik kwam in botsing met Robbie Verhulst en in eerste instantie dacht ik ook gewoon zelf aan een botsing. Dus ik zat gewoon en ik was gewoon van plan op te staan. Maar ik voelde aan mijn rechterbeen van er is iets niet goed daar, want ik wou opstaan, maar mijn rechterbeen werkte niet mee. Dus ik keek naar mijn rechterbeen, toen zag ik het bungelen en toen schreeuwde ik het uit van de pijn. Toen wist ik dat het over was. Toen voelde je die pijn ook pas echt? Ja, toen voelde ik echt pijn in één keer erin komen, zeg maar. Ja, want kuit en scheen gebroken. Ja, allebei gebroken. Staat voor 6 tot 9 maanden, dus mijn seizoen is als het goed is voorbij. Is dat pijnlijker dan de blessure zelf of niet? Ik denk 50-50. Ik denk dat zo'n blessure nooit echt fijn is als je een beenbreuk hebt, zeg maar. Maar ik moet ook zeggen dat als je zo aan het seizoen bent begonnen, zeg maar persoonlijk, dat het wel pijn doet dat je zo vroeg in het seizoen al uitgeschakeld bent, zeg maar. Ja, en dan wint Dordt eindelijk een keertje, hè? Ja. De eerste keer, de eerste overwinning van het seizoen. Ja. Dan maak jij dat niet mee? Ja, helaas. toen ik in de catacombe lag en met mijn been zat natuurlijk, vroeg ik wel door de adrenaline hoeveel het stond en of we hadden gewonnen. En ik ben blij voor de club, maar ook voor het team dat we onze eerste 3 punten hebben kunnen binnenslepen en mogen nog vele volgen. Heb je veel reacties gehad van je ploeggenoten en clubgenoten? Ja, mijn telefoon stond roodgloeiend deze 3 dagen. Ik krijg nog steeds heel veel berichtjes binnen. En ik wil iedereen bedanken voor de steun die ze me hebben gegeven. Ik ga nog zeker een moeilijke tijd tegemoet, maar ik kom zeker sterker terug. Dat is optimistisch. Ja, zeker weten. Ik heb vertrouwen in mezelf. Ik weet dat ik er elke dag bezig mee ga zijn om nog fitter en sterker terug te komen. En de mensen in Dordrecht nog steeds te laten zien dat ik goed kan voetballen. Ja, want je hebt wel ook geluk gehad, geloof ik, hè? Ja. Dat had ook je knie kunnen zijn. Ja, mijn knie en enkel zijn intact gebleven. Dus wat ik nu heb gebroken is het meest gunstigste, zeg maar, in mijn been. Als mijn knie of enkel gebroken was, zeg maar, dan had ik waarschijnlijk niet meer op hoog niveau kunnen voetballen. Dus wat dat betreft heb ik echt heel veel geluk. En je verwijt niemand wat, toch? Die keeper van Volendam verwijt nee, je nee, niks? Nee, ik verwijt hem niks, hoor. Ik neem hem ook helemaal niet kwalijk. Het is gewoon een onschuldige botsing. En als mijn been daar niet bleef hangen, was het gewoon puur een botsing geweest. En dan hadden we gewoon verder kunnen voetballen. En ik heb pure pech dat mijn been daar puur gestrekt lag. En dat hij met zijn volle gewicht, zeg maar, erop kwam. En toen ging het goed fout, joh. Heb je nu nog pijn? Ik heb nog wel pijn, moet ik zeggen, ja. Ja, ja, mijn been klopt heel erg. En ik neem straks weer even een pilletje tegen de pijn, zeg maar. Dat helpt me wel de komende 2-3 uur even vooruit. En veel slapen? Ja, veel slapen. Ik slaap de hele dag door. Als ik probeer te lopen, zeg maar, voel ik me nog wel een beetje sufjes en licht in mijn hoofd. En ook een beetje misselijk. Maar het komt door al die pijnstillers en de medicatie die ik krijg toegediend, zeg maar. Dus ik probeer zoveel mogelijk te blijven liggen, veel water te blijven drinken en goed uitrusten. Je wordt goed verzorgd door je moeder, ja, hè? Ja, zeker weten, zeker weten, ja. Zij durft geen voetbal meer te kijken? Nee, zij is een wat gevoeliger persoon dan mij. Ik weet dat ze er 100% voor me staat en dat ze mij ook gaat helpen met mijn revalidatie, dat ik ook sterker en fitter terugkom. Dus in principe gaan we dit met z'n tweeën doen. En jij durft wel te kijken? Ik durf wel te kijken. Dus ik ben nog steeds een voetballiefhebber, dus vanavond kijk ik gewoon Dortmund. Yes. Yes. Je kan nog lachen. Ik kan nog lachen. Het heeft ook geen zin om er telkens bij stil te staan, weet je. Het is gebeurd. Ik moet nu gewoon door blijven gaan en zo goed en snel mogelijk revalideren, zodat ik kan doen wat ik het leukste vind, en dat is voetballen. En je hebt nog een doorlopend contract, hè? Ja, ik heb nog een contract bij Dordrecht lopen, dus die basis heb ik in ieder geval bij de club. Dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. En praat ik pas over met Marco en zo. Als mijn revalidatie helemaal voltooid is, dan komt de rest van zo. Namens de redactie in elk geval heel veel succes en denk ik ook namens alle kijkers, want dit gun je niemand, hè? Hartstikke bedankt. Bedankt voor jullie steun. Bedankt dat jullie langs zijn gekomen en tot de volgende keer.